episode 46. Welkom bij de Sophie's Choice Podcast Show. Met meer dan 15.000 downloads in slechts 5 maanden tijd en de nummer 1 plek in de iTunes Top 100 mag ik wekelijks honderden vrouwen inspireren. Mijn naam is Sophie, ik ben psycholoog, schrijfster en onderneemster en mijn intentie met deze podcast is jou helpen en inspireren meer rust en balans te creëren in je leven, zodat je echt het maximale uit jezelf, je leven en je bedrijf of carrière kunt halen. Heel veel luisterplezier. Unique and perfect is what you are. Your miracle will come true. Sophie's Choice. Super grappig dit. Het is tweede paasdag, maandag dus, 10 uur. En we zijn vandaag naar Maastricht geweest. En ik heb je natuurlijk vaker verteld hè, dat ik echt droom van een huis in Vinkeveen. En de afgelopen weken heb ik echt een enorme mindset switch weer gemaakt van heel erg natuurlijk afgelopen maanden in het spirituele stuk en heel erg bezig geweest met contact maken met Rose, met mijn guide. Niet echt heel erg bezig geweest met bewust manifesteren. Hè. Ik had echt een soort van pauze ingelast voor mezelf. Had ik ook bewust gedaan. Hè. Dat was ook echt een keuze. Ik weet niet of jullie mijn episode hebben gehoord van december, maar toen heb ik ook echt mijn wonder geschreven voor januari, voor het eerste kwartaal 2018. En daar had ik echt als focus tot mezelf komen. Teruggaan naar mijn source energy, heel veel schrijven en eigenlijk volledig in alignment komen. En zonder dat ik er dus heel bewust bij stil heb gestaan, is eigenlijk zodra het einde van het eerste kwartaal in zicht kwam, merkte ik gewoon dat ik weer het gevoel kreeg van oké, ik ben er klaar voor. Ik ben weer klaar om volledig ook weer in die manifestatiemodus te komen. En wat ik dus wel heel erg leuk vind, is dat mensen zeg maar spiritualiteit altijd heel erg associëren met zeg maar het een of het ander. Of je bent spiritueel of je bent materialistisch aangelegd. Maar dat beide niet samen kunnen. En ik ben volgens mij heel erg een voorbeeld van, en nou ja, ik ben ook heel erg een strong believer, dat het dus heel goed samen kan. Dat je heel spiritueel kan zijn, heel erg in contact kan zijn met je source energy, heel erg dankbaar kan zijn voor alles wat je al hebt, maar dus ook heel graag nog veel meer wilt manifesteren. Ik heb een diep verlangen om nog veel meer te manifesteren dan dat ik nu al heb. Maar ik ben ook heel erg dankbaar voor alles wat ik al heb. En dat is dus ook heel erg de kunst van manifesteren. En dat is ook waarom ik deze episode, denk ik, Manifesting Next Level ga noemen. Omdat ik jullie eigenlijk wil meenemen in nou ja, hoe dat bij mij te werk gaat. Super grappig, we komen dus net uit Maastricht. En als wij vanuit Maastricht naar ons huis in Aalsmeer willen, komen we langs Vinkeveen. Dus ik zeg tegen Maurice van kijk, daar staat ons toekomstige huis. En hij vindt het altijd super leuk om mij blij te maken. Dus dan rijdt hij altijd met mij door Vinkeveen en dan gaan we naar alle huizen kijken. En voor één van die huizen heb ik dus ook gewoon een bezichtiging gepland over 3 weken. Ik heb het er natuurlijk al super vaak over gehad, ook in mijn webinars, dat mijn droom is om dat huis te manifesteren. Alleen ik was er nog nooit echt zo dat ik echt ook durfde om gewoon een bezichtiging te gaan plannen. En nu dacht ik van de week, fuck it, hell yeah, ik ga die bezichtiging gewoon plannen. Als ik serieus ben, als ik echt het huis wil manifesteren, dan moet ik aan het universum ook laten zien dat ik er klaar voor ben. En dat is waar manifesteren next level heel erg over gaat. Wat heel veel mensen doen is dat ze afwachten totdat het geld er is voordat ze actie gaan ondernemen. Als jij wil gaan manifesteren dat iets werkelijkheid wordt, zul je dingen moeten gaan doen voordat het geld op je rekening staat. Je moet gaan doen en je moet gaan geloven volledig vanuit elke cel in je lichaam dat je het nu al hebt. En ik voel dat ik dat huis nu al heb. Ik voel dat ik dat huis nu kan kopen en ik heb gewoon een bezichtiging gepland. Ik kan ook feitelijk de maandlasten voor dat huis kan ik makkelijk betalen. Alleen de vraag is natuurlijk of wij een hypotheek gaan krijgen. Mijn cijfers zijn natuurlijk nog niet eens van een jaar. Maar goed, dat doet er allemaal helemaal niet toe. Want ik weet dat als ik bezichtiging ga plannen en daar ben. En alleen al het feit dat ik daar ben. Het hoeft nog niet eens dit huis te worden. Maar dat geeft aan het universum zo'n signaal af dat ik serieus ben. En dat ik dit echt wil. En daardoor komen dus ook allemaal nieuwe ideeën en kansen en mogelijkheden op mijn pad. Om dat huis daadwerkelijk te gaan manifesteren. Wat super belangrijk is als je iets wil manifesteren, is dat je dus heel erg de nuance leert tussen iets willen
En iets moeten. En bij moeten knijp ik mijn handen vast, bij willen heb ik mijn handen open. Ik wil dat huis super graag. Maar het is niet voorwaardelijk voor mijn geluk. Weet je, we reden daar door Vinkeveen net. Het was al donker. En ik was echt wel helemaal super excited. Ik zei, oh Mauw, ik word echt super blij als ik hier doorheen rij. En ik voelde echt, ja, gewoon intens gelukkig. Vervolgens komen we in Aalsmeer bij ons huis. En voel ik me eigenlijk net zo gelukkig. En dat betekent niet dat ik dat huis in Vinkeveen niet wil. Nee, super graag wil ik dat huis. En ik weet ook dat het er gaat komen. Maar meanwhile ben ik ook ultiem dankbaar voor de prachtige keuken waar ik nu in zit. De woonkamer waar ik naar kijk. Mijn planten die zo heerlijk hier staan te bloeien. De prachtige keuken die we zelf hebben laten bouwen. Weet je, daar ben ik ook al ultiem dankbaar voor. En als jij dingen wilt gaan manifesteren, is het heel erg belangrijk dat je op die plek komt. Dat je iets verlangt, dat je ergens van kan dromen. Dat je er ultiem gelukkig van wordt als je eraan denkt. Dat je het zo kan voorstellen dat je er al bent. Maar dat je ondertussen ook ultiem dankbaar bent voor alles wat zich al gemanifesteerd heeft. Dat is een superbelangrijke. Daarnaast is het dus heel erg belangrijk om aan het universum te laten zien dat je serieus bent. Serious shit. Weet je, geen bullshit. Niet zeggen van ja, ik wacht wel tot ik het geld heb en dan ga ik een bezichtiging plannen. Of ik ga wachten tot dit en dit gebeurd is, dan pas ga ik het doen. Nee, fuck it. Ga nu die bezichtiging plannen. Als jij droomt van een vette auto, ga dan gewoon een proefrit maken met die vette auto. En who cares dat je het nu nog niet kan betalen? Dat doet er niet toe. Als je het nu nog niet kan betalen, maakt het helemaal niks uit. Ga die bezichtiging doen, zodat je kunt gaan ervaren hoe het is om in dat huis rond te lopen. Dat je kan ervaren hoe het is om in die auto te rijden. En als je dat gevoel eenmaal hebt, dan kun je dat tijdens je visualisaties, die je vervolgens elke dag moet gaan doen. Nee, je moet natuurlijk niks, maar dat helpt wel. Dan heel erg voor de geest kan halen. En dat gevoel, dat maakt in staat dat het universum je het ook daadwerkelijk kan geven. Woorden zonder emotie trekken in deze niks aan. Je kunt elke dag roepen, ik wil een huis manifesteren. Maar als je er niks bij voelt, dan kan het universum je het niet geven. Het grappige is, de manier waarop het zich vervolgens manifesteert zal ook 9 van de 10 keer anders zijn dan dat je denkt. Wellicht wordt het helemaal niet dat huis in Aalsmeer of in Vinkeveen. Maar het gevoel dat ik voel als ik daar ben, dat zal ik krijgen bij mijn volgende huis. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dus het is ook nog eens de kunst om je niet te verliezen in de details. Als je te veel gaat invullen, dan word je krampachtig en dan kan je het niet manifesteren. Ik ben door Jess Lively, jullie kennen, ik heb al vaker gehad over Jess Lively. Zij is een podcaster, een Amerikaanse podcaster. En zij had afgelopen week iemand in haar episode. Ik zal de link naar haar episode eventjes in de beschrijving van deze podcast zetten. En zij heet Denise, die zij in haar podcast episode had. Fantastische vrouw, ik vond haar geweldig. Zij is ook echt Abraham Hicks fan en ook manifesting next level shit. En ik heb een paar video's van haar bekeken en ik was weer helemaal, nou ja, into het manifestatiestuk, wat super grappig is. Want ik heb natuurlijk een hele course staan, een 5-weekse course, waarbij ik mijn students eigenlijk leer om volledig financieel afhankelijk en vrij te worden. En doordat ik naar haar luisterde, werd ik opeens ook weer heel erg getriggerd om de oefeningen uit mijn eigen 5-weekse te gaan doen. Want er zitten zulke waardevolle oefeningen in die echt maken dat geld naar je toe komt. Weet je, het gaat erover dat je geld uitgeven fun maakt. Dat je geld ontvangt, als je geld ontvangt, het fun maakt. En bijvoorbeeld, van de week kreeg ik een appje van een van mijn klanten. Zij had nog een ticket besteld voor 7 april. En zij zou nog een korting krijgen. Maar zij was vergeten die kortingscode in te vullen. Dus ik had haar nog een appje gestuurd van, goh, je krijgt die korting nog van mij, want die heb je niet gebruikt. En toen stuurde zij mij terug van, oh, ik vind het zo lief dat je dat nog eerlijk ook tegen me zegt. Ik heb besloten dat ik het gewoon het hele bedrag waard vind en ik laat de korting. En in eerste instantie wilde ik zeggen, nee joh, je krijgt die korting nog. En toen dacht ik, hel, wacht even Sof, je bent weer bezig met je manifestatie. Ga weer eens even terug naar je eigen course. In mijn course zit letterlijk een hele module wat gaat over dankbaar zijn naar geld toe. Dat het helemaal gaat over een nieuwe relatie creëren met geld. En een van de onderdelen daarvan is dat je dus ook echt oprecht dankbaar bent als geld op je pad komt. Dus als ik tegen haar had gezegd, nee joh, ik geef dat geld alweer aan jou,
dan had ik eigenlijk tegen geld gezegd van... wow, ik ben eigenlijk niet zo dankbaar voor je, want ik wil jou helemaal niet. En als je dus wil gaan manifesteren, als jij geld naar je toe wil gaan trekken... is het zo belangrijk dat jij dankbaar leert zijn voor geld. Dat als jij een cent desnoods op straat vindt, dat je hem liefdevol oppakt en bij je neemt. Dat als iemand aanbiedt om jouw etentje te betalen... dat je zegt, jeetje wat lief, ik neem het heel graag aan. En dan niet met allemaal excuses van, oh nee, nou ja, jeetje, zal je dat wel doen? Nee, zeg gewoon dankjewel, ik neem dit liefdevol aan. Dat heb ik ook tegen die klant gezegd. Ik heb gezegd, ik heb erover nagedacht, ik vind het super lief en ik neem dit heel liefdevol van je aan. Dankjewel. Daarmee geef jij het signaal naar geld af dat je dankbaar bent. Nou ja, in mijn course zit ook een hele module waarin je ook zeg maar zelfs een brief gaat schrijven aan geld. Dat is echt een oefening die iedereen in het begin altijd verschrikkelijk vindt. Maar uiteindelijk de meest life-changing oefening vindt. Omdat je relatie met geld daarna zo compleet anders wordt. En die Denise herinnerde mij dus heel erg weer aan mijn eigen course. Dus ik ben weer ook volop bezig met mijn eigen oefeningen aan het doen. En één oefening die zij met ons deelde, die ik super leuk vind, is dat zij zegt dat je eigenlijk in je dagelijkse patroon dingetjes moet verwerken wat je herinnert aan je manifestatiedoel. Dus nou ja, vorig jaar toen ik begon met mijn hele ondernemersavontuur was mijn doel 100.000 euro omzetten. Nou, dat is gelukt. Inmiddels heb ik dus als doel dat ik 1 miljoen wil gaan omzetten. En als ik dat uitspreek, merk ik dat mijn ego zich eigenlijk wil verontschuldigen. Dat ik eigenlijk wil zeggen van, oh ja, nou ja, ik ben niet zo materialistisch hoor. Niet 1 miljoen om 1 miljoen. Maar fuck it, ja, het lijkt me super leuk om 1 miljoen om te zetten. Weet je waarom? Het lijkt me super leuk om 1 miljoen om te gaan zetten. Omdat ik dan zoveel meer nog kan teruggeven. Weet je, ik doe het nu al. Met het geld dat ik nu al verdien, maak ik zoveel mensen blij. Weet je, ik geef Maurice cadeautjes. Ik geef mijn broertje, mijn schoonzusje, mijn moeder cadeautjes. Ik geef mijn stiefvader geld mee als hij op vakantie gaat. Ik neem ze mee uit eten. Ik kan mensen zoveel meer geven. En ik kan ook op deze manier zoveel meer tijd en rust creëren in mijn dagen, waardoor ik ook mijn klanten zoveel meer kan geven. Weet je, ik heb nu bedacht, ook doordat ik dat manifestatiedoel weer zo helder voor ogen heb. Wacht, ik ga eerst even afmaken wat Denise tegen ons zei. Wat zij zei is, je moet dus reminders zetten. Dus zij had dus als tip om bijvoorbeeld het paswoord van je computer te veranderen in je manifestatiedoel. Dus ik heb nu ook het paswoord van mijn computer in 1 miljoen veranderd. En bijvoorbeeld als Maurice mij belt, dan heb ik zijn naam veranderd in, ik noem hem altijd schatje. Dan staat er schatje en dan staat er manifesting buddy 1 million. En elke keer als hij mij belt, word ik dus getriggerd om daaraan te denken. Elke keer als ik mijn computer aanzet, word ik getriggerd om dat gevoel naar boven te roepen. En dat helpt dus ook enorm om dus dat geld te gaan manifesteren. Maar waar ik naartoe wilde, is dat doordat ik dat dus weer zo helder heb, dat ik dus weer een stap groter wil gaan, heb ik dus ook weer heel helder gekregen van het universum hoe ik dat kan gaan doen. Ik zat heel erg vast de afgelopen weken in dat ik een membership wilde gaan maken. Een laagdrempelig membership waarbij ik vrouwen kon inspireren om meer in contact te komen met de spirituele. En op een of andere manier, aan de ene kant voelde ik me heel erg, en aan de andere kant was er iets waardoor het niet stroomde. Ik kreeg niet in mijn hoofd voor elkaar om te bedenken wat ik nou precies wilde aanbieden. Ik heb in mijn vorige podcast zelfs al gezegd dat ik je op een reserveringslijst kon zetten. En toch pakte die me niet. En ik lag er van de week serieus wakker van. En toen ben ik uit bed gegaan. En toen ben ik mijn wonder opnieuw gaan schrijven. Zoals jullie weten schrijf ik elk kwartaal mijn wonder. Dat heb ik dit kwartaal nog niet gedaan. Dus ik ben mijn wonder gaan schrijven voor dit kwartaal. En toen ben ik echt gaan voelen van, oké, zo, wat zou jij nou in dat wonder doen? En door dat wonder te schrijven, wat dus in mijn 7-weekse training ook zit, dat wonder, had ik opeens helder wat ik moest doen. En tot mijn grote verbazing was het dus niet dat membership en was het dus niet per se iets online. Het was een high coaching groepstraject wat ik ga doen. In mijn wonder deed ik een high coaching groepstraject voor maximaal 10 onderneemsters die samen met mij echt die next level willen gaan pakken.
ik heb dus ook bedacht, ik voelde ook meteen dat er een aantal voorwaarden hingen aan met welke vrouwen ik wilde gaan werken. Dus in plaats van te gaan bedenken van, oké, wat verwachten mijn klanten voor mij en wat kunnen mijn klanten betalen en op basis daarvan mijn prijzen te bepalen, ben ik heel erg gaan bedenken, oké, met welke vrouwen wil ik werken en wat voor prijs wil ik daarvoor vragen? En een aantal voorwaarden kwamen dus bij mij naar boven. De eerste voorwaarde moet echt zijn dat de vrouwen die zich gaan aanmelden voor die... Nou, de vrouwen die zich gaan aanmelden, ik heb er al een aantal, heb ik gewoon op papier gezet. Ik weet gewoon al een aantal mensen waarvan ik denk van, die moeten er gewoon bij zijn. Dat is trouwens ook manifesting next level. Dat je gewoon gaat bedenken, deze mensen wil ik erin hebben. En dan erop vertrouwen dat ze ook zullen komen. Maar goed, een van de voorwaarden is dus dat die vrouwen echt volop moeten voelen dat ze klaar zijn om hun gift te gaan delen met de wereld. Ze moeten ook klaar zijn om hun financial geldblokkades te gaan doorbreken. Want dat wordt een van de onderwerpen van dat groepscoaching traject. Het wordt een traject van 6 maanden waarbij je 6 hele live dagen met mij krijgt en die groep van 10 vrouwen op een mooie locatie. En dan gaan we 6 volle dagen compleet met elkaar aan de gang om jouw bedrijf en jouw leven dus echt next level te maken. Alignment next level. Dus net als ik, dat je veel vanuit alignment, nou ja, eigenlijk uitsluitend vanuit alignment aanwezig bent. En dus ook volop kan gaan manifesteren op die manier. Dus een van de onderwerpen van die sessies, van die dagen, gaat dus ook worden dat je je financiële blokkades gaat leren doorbreken. Op een manier dat je echt durft te gaan staan voor wie je bent. Dus dat je ook prijzen durft te gaan vragen die jouw leefstijl ondersteunen. Want dat is zo ontzettend belangrijk. Op het moment dat jij een droomleven voor je ziet, moet je dus ook prijzen gaan vragen die het mogelijk maken om dat droomleven te leven. Anders heeft het geen zin. Anders ben je alsnog een soort van loonslaaf. Je wil vrijheid voor jezelf creëren. Dus dat betekent dat je ook groots durft te moeten gaan vragen. En nou ja, dat is dus een van de dingen die we gaan doen. Het is super belangrijk dat je dus ook bereid bent om die financiële vrijheid voor jezelf te gaan creëren. Dat je ook echt alignment in jouw leven prioriteit wilt maken. Dat is echt een voorwaarde. Want als je niet op dat punt bent, dan heeft het coaching traject is te ver gegrepen voor je op dit moment. Je moet echt al op dat punt zijn dat je zegt, oké, fuck it. Ik wil inderdaad alignment mijn eerste prioriteit maken en ik wil volop in het vertrouwen zitten dat vanuit het alignment ik alles kan manifesteren wat ik wil. En je moet volop jezelf zichtbaar willen gaan maken vanuit alignment. Je moet je unieke zelf durven te gaan laten zien. En met die vrouwen wil ik aan de slag. 6 maanden lang. Dat voel ik vanuit mijn diepste dat ik dat wil. En ik ben dus ook zo excited om dat dus 7 april te gaan onthullen. Ik heb eigenlijk het gevoel dat alle 10 vrouwen 7 april ook aanwezig zullen zijn. Een aantal van hun heb ik al zelfs in mijn hoofd. Het bedrag wat ik ervoor ga vragen is echt een groots bedrag. Ik heb nog nooit eerder zo'n hoog bedrag gevraagd voor een traject. Maar dat kan ik doen en dat doe ik omdat ik vanuit mijn tenen voel wat voor waarde ik ga geven. En ik heb dus ook bedacht dat ik vanaf mei eigenlijk 3 weken een soort van semi-offline wil zijn en 1 week volop aanwezig wil zijn. Dus ik wil 1 week in de maand wil ik dus volop aanwezig zijn voor die coachinggroep. Ik wil 1 dag in die week ga ik al mijn Q&A's opnemen voor die maand. Met een videograaf. Tenminste, dat is hoe ik het nu in mijn hoofd heb. En 1 keer in de week, of 1 keer in de maand in die week, ga ik dan ook live zijn in mijn Dream Community. En de rest van de week ben ik er eigenlijk uitsluitend om, voor de podcasters, mijn podcast op te nemen. En om volledig vanuit alignment te schrijven aan mijn boek. En als ik de inspiratie voel om eventjes een live te geven, doe ik dat natuurlijk. Maar tijdens die 3 weken moet ik dus niks van mezelf. Dus tijdens die 3 weken worden dus ook geen afspraken ingepland in mijn agenda. En ik weet dat als ik dat op deze manier ga doen, dat ik dus die vrouwen, die 10 vrouwen die met mij dat coaching traject aangaan, ook op maximale kan geven. Omdat ik dus 3 weken in de maand heb om volledig op te laden voor hun. En daar heb ik zo'n ontzettende zin in. Ik kan het niet uitleggen. En ik heb dus ook gewoon al de locatie geboekt voor dat coaching traject. Dat is ook weer manifesting next level. Ik heb gewoon besloten, het gaat hoe dan ook door. En ik ga die vrouwen manifesteren.
En wat ik dus ook heel cool vind, en dat is ook iets wat ik die vrouwen heel erg wil gaan leren, is wat ik ontdekt heb, is dat toen ik mijn eerste workshop gaf, vroeg ik €50. Nou, daarna ben ik naar online courses gegaan, variërend tussen de €500 en €700. Daarna ben ik een mastermind gaan geven van €1500, €2000. En nu ga ik dus een online, een face-to-face coaching groepstraject geven van nog veel meer. En wat ik dus zo grappig vind, is bij elke keer als ik mijn prijzen verander, ik steeds weer tegen mijn eigen money blocks aanloop. Tegen mijn eigen geldblokkades. En dat maakte dus geen enkel verschil of ik nou €50 vroeg, €500 of in de toekomst misschien wel €50.000 ooit een keertje. Elke keer zul je gaan merken dat je tegen die geldblokkades aan blijft lopen. Dus het is ook niet zo dat als je één keer mijn course hebt gedaan, dat je nooit meer tegen een blokkade aan gaat lopen. En dat is dus ook heel erg wat ik de vrouwen die met mij dat traject aangaan, heel erg wil gaan leren. Dat ze zichzelf meteen goed de wereld in kunnen zetten. Want het heeft niet zoveel zin om eerst te beginnen met €50. Tuurlijk, het mag. Als jij de behoefte voelt om heel klein te beginnen, net zoals ik dat gedaan heb, be my guest. Maar ik wil die vrouwen zoveel leed, leed klinkt heel dramatisch, maar goed, zoveel gedoe besparen. Want namelijk, als je namelijk omhoog gaat van die 50 naar 250 of naar €500, moet je dat hele traject met jezelf weer doorgaan. Dus ik wil die vrouwen eigenlijk echt meteen hun prijzen, bam, goed de wereld in laten zetten. Zodat ze ook daadwerkelijk direct aan de slag kunnen gaan met de klanten waar ze mee aan de slag willen gaan. Want wat we heel vaak denken is van, we beginnen wel laag, want anders kunnen we niemand aantrekken. Ja, dat dacht ik in het begin, want anders komt er niemand. Maar de mensen die een lage prijs vragen en betalen, zijn andere mensen dan de mensen die een hoog tarief bereid zijn te betalen. En ik ben nu op een punt gekomen dat ik echt zeg van, ik wil uitsluitend nog met mensen werken die een x-bedrag willen neerleggen voor een high-end coaching traject met mij. En de mensen die het niet kunnen betalen, vind ik ook prima, want daar heb ik namelijk de Q&A's voor. Daarin heb ik, voor die mensen heb ik mijn podcast. En voor de mensen die er tussenin zitten, heb ik mijn online coachingprogramma. Mijn online coachingprogramma gaat dus ook helemaal anders worden. Want ik had nu heb ik verschillende trainingen. Ik heb mijn 3-weekse, mijn 5-weekse en mijn 7-weekse. En hoe ik het nu voor me zie, is dat dat één geheel gaat worden. Dus ik ga een soort van Empower Your Mindset Bootcamp programma maken. Wat een combinatie zal zijn van de 5-weekse en de 7-weekse. Met daarin als bonus dus die hele prachtige, geweldige Dream Community. En dat wordt dus één pakket. Dus ik ga ook niet meer allemaal losse dingen aanbieden. Want ik merk dat ik daarvan in de war raak. Maar dat mijn klanten daarvan ook in de war raken. Dus heel grappig dat alleen maar door weer helder te hebben wat mijn manifestatiedoel is, ik opeens weer zoveel meer input heb en zoveel meer duidelijkheid heb over hoe ik mijn bedrijf wil vormgeven. En ik heb alle plannen al in mijn hoofd helemaal helder gekregen. Alleen maar doordat ik weet waar ik naartoe wil. En dat is echt die wet van oorzaak en gevolg. De verleiding is zo vaak om ons te gaan richten op het hoe. Oké, hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik dit voor elkaar krijgen? Maar de kunst is dat je echt gaat voelen waar je naartoe wilt. Wat voor leven leid ik als ik 1 miljoen omzet heb? Hoe ziet mijn business er dan uit? Hoe voel ik me dan? Hoe zien mijn dagen eruit? Ga dat voor jezelf bedenken. En als het nog geen 1 miljoen is, dan 100.000. Maar ga in je hoofd bedenken hoe jouw leven, hoe jouw business eruit ziet als jij €100.000 kunt gaan manifesteren per jaar. Hoe ziet je leven eruit? Hoe ziet je business eruit? Ga dat volop voelen. En als je het volop kunt voelen, dan kan je het ook volop gaan manifesteren, want het universum gaat je dan daadwerkelijk datgene geven op je pad wat je nodig hebt. Belangrijk daarbij is wel dat je open staat voor de signs. Dus op het moment dat er dan een fantastisch coaching traject op je pad komt, of dat nou van mij is of van iemand anders, grijp het ook met beide handen aan. Op het moment dat je iets ziet waarvan je intuïtie schreeuwt van dat moet ik doen, ga ervoor. En laat je dan niet belemmeren door je ego-gedachten, want dat is alleen maar je ego die je klein probeert te houden en die zegt tegen je, je bent er nog niet aan toe, dit is nog niet voor jou, dit kan je nooit betalen. Maar dat is je ego-stem. Dus de kunst is ook wel heel erg om naar je intuïtie te gaan luisteren en te gaan volgen. Want het universum
geeft je de dingen die je nodig hebt. En ik weet niet of ik dit voorbeeld al een keer eerder heb gegeven. Van die man, het is een soort van verhaal, ik weet niet meer. Ik heb het ooit gehoord van James Wedmore volgens mij, of in de Course in Miracles. Misschien heb ik hem vorige keer ook al verteld. Maar die man die in de wereld is en de wereld vergaat. En het water stroomt op en iedereen in het dorp vlucht. En die man blijft maar zeggen, ik geloof in God, dus ik hoef niet te vluchten. En er komen steeds boten langs en helikopters langs. Er komt van alles langs om die man te redden. Maar die man die zegt steeds, nee, ik blijf hier staan. Want ik geloof in God, dus ik zal gered worden. En uiteindelijk verdrinkt die man dus. En dan komt hij bij God in de hemel en dan zegt hij tegen God, hoe kan het nou dat ik toch dood ben? Want ik was zo sterk in mijn geloof dat u me zou redden. En toen zei God tegen hem, van ik heb je, weet ik veel hoeveel, reddingspogingen gestuurd. Maar je hebt ze allemaal genegeerd. En daar moest ik ontzettend om lachen, want dat is wel echt de truc. De truc is ook om je open te stellen voor de signs. En ook daadwerkelijk in actie te komen als je intuïtie vertelt dat je iets moet doen. En soms betekent dat dat je iets moet doen wat je nooit eerder gedurfd hebt. Wat je nooit eerder gedaan hebt. Weet je, als je naar een boek luistert van of een boek koopt van Becoming a Badass at Making Money. Die vrouw heeft ook gewoon, weet ik veel wat, ik geloof een lening afgesloten voor haar eerste coach om haar uit de shit te krijgen. Zij had helemaal geen geld, alleen maar schulden. Maar ze wist, ik wil dit niet meer langer. Zij heeft nu een miljoenenbusiness. En dat heeft ze gedaan doordat ze in de eerste instantie echt in het diepe is gesprongen. En ik zeg niet, en ik wil niemand aanmoedigen om je in de schulden te werken, om een coachingtraject bij iemand te gaan volgen. Maar soms moet je wel even uit je comfortzone gaan om echt iets voor elkaar te gaan krijgen. Want het is wel zo dat als jij invested bent, je ook echt invested bent. Ik heb nu zo vaak dat ik courses koop van $200, $300. Waar ik vervolgens nauwelijks iets mee doe. Omdat het niet meer als een investering voor mij voelt. Maar geloof me dat als ik een course koop van $30,000. Dat ik echt wel invested ben om er het maximale uit te halen. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Als je invested bent, ben je invested. En haal je er ook het maximale uit. En belangrijk daarin is altijd dat je op je gevoel afgaat. Dat je voelt of iemand bij je past. Dus als je op een punt bent dat je meer uit je leven wilt gaan halen. Dat je je bedrijf naar een next level wil gaan trekken. Dat je je leven naar een next level wilt trekken. Onthoud dan dat het voor jou ook 100.000% is weggelegd. Ga op zoek naar mensen die jou inspireren en die jou daarin kunnen meenemen. En de een zal je wel aanspreken en de ander niet. Weet je, mijn traject is echt voor vrouwen die volledig het hele alignment stuk omarmen. Dit is niet voor vrouwen die een quick win willen. Dit is niet voor vrouwen die zich over de kop willen werken. Daar is het niet voor bedoeld. Dit is echt voor vrouwen die bereid zijn hun leven volop te leven en daarbij ook nog eens volop te manifesteren, waarmee ze vervolgens ook weer zoveel terug kunnen geven aan de wereld. Want dat is wel zo. Als jij ruimte voor jezelf creëert om volledig in alignment te komen, dan kan je zoveel ontvangen van het universum en dan kan je licht schijnen als nooit tevoren. En dan ga je dingen manifesteren waar je nu nog niet eens van kan dromen. Ik weet dat ik nog zoveel magie ga manifesteren. Dingen waarvan ik nu nog niet eens kan dromen. En ik weet dat ik dat ga bereiken omdat ik steeds meer en meer in dat alignment stuk kom. Steeds meer en meer in dat bootje durf te stappen. Steeds meer en meer offline durf te zijn terwijl ik een online business heb. Steeds meer en meer durf los te laten hoe het precies moet komen. Maar te durven vertrouwen op het feit dat het universum me altijd geeft wat ik nodig heb. En waar ik klaar voor ben. Dat is ook een hele belangrijke. Je krijgt altijd waar je op dit moment klaar voor bent. Dus het is ook niet van aan ons om steeds groter te willen als we daar nog niet aan toe zijn. We krijgen waar we op dit moment klaar voor zijn. En geloof me, datgene waarvan jij droomt, komt altijd. Net zoals dat je weet dat de zon elke dag opkomt en elke dag ondergaat, weet je als een, ja, als niks anders, dat jouw droom altijd werkelijkheid zal worden. Maar je moet geduld hebben en vertrouwen hebben. En voor iedereen die 7 april komt, jij gaat sowieso de tools leren om daar te komen. Om in het bootje te stappen en volop te gaan vertrouwen. Het wordt zo magisch. We gaan een nieuw verhaal creëren. En het wordt echt magical. Op 7 april heb ik dus ook een hot seat moment waarbij ik iemand in gesprek ga laten raken met zijn source energy of met haar source energy. En waarbij ik ga demonstreren hoe je dus ook je source energy kunt interviewen.
Voor iedereen die er 7 april niet bij kan zijn of die 7 april niet op de hot seat kan komen. Ik geef de week na 7 april, die maandag, dus uit mijn hoofd 16 april, geef ik 's avonds een online coaching call waarbij ik 5 hot seat momenten heb. Waarbij je dus je kunt aanmelden, dan krijg je 20 minuten de tijd met mij. En in die 20 minuten ga ik je in contact brengen met je Source Energy en kan je Source Energy leren interviewen. 5 hot seat momenten, daar kan je voor inschrijven. Of je kunt je als participant inschrijven. Dan doe je dus niet mee aan de hot seat momenten, maar dan kan je wel zien hoe de anderen geïnterviewd worden. En uiteraard krijg jij natuurlijk ook die groepsmeditatie mee om in contact te komen met je Source Energy. Ik leg het nu misschien een beetje vaag uit, maar ik zal de link naar die coaching call ook plaatsen in de beschrijving van deze episode. Want je kunt je daar dus al voor inschrijven. Er zijn al veel participants aanwezig. De hot seat momenten vinden mensen spannend. Dus die zitten nog niet vol. Maar geloof me, dat gaat zo'n amazing experience voor je worden. Als je dat aandurft om op die hot seat te komen. En het is spannend, maar ik ben bij je, dus er kan helemaal niks gebeuren. En het wordt echt vooral heel erg magisch en cool. Dus als je daar interesse in hebt, ik zal de link daar in de beschrijving van deze episode plaatsen. Voorlopig is het even iets eenmaligs. Dus niet denken, ik wacht wel tot de volgende keer. Want ik heb geen idee of ik het überhaupt nog een volgende keer ga doen. En als ik het de volgende keer ga doen, wanneer ik dat ga doen. Oké? Nou, super hyper episode weer, maar ik zat in die auto en ik dacht, oh my god, ik moet dit opnemen. Dus ik kwam thuis, ik zei tegen Maup, ga jij lekker in bad? Ik ga even een episode opnemen. En nu ga ik heerlijk nog even Outlander kijken, want daar ben ik echt super fan van. Oké, ciao voor nu, bye!